Welkom bij Nachtraaf. Een podcast voor, door en over mensen actief achter de schermen van de Hallo iedereen, onze gast vandaag is Productie Royalty. Met meer dan 40 jaar ervaring in alle aspecten van de entertainment business en een palmaris om u tegen te zeggen, wordt gij gezien als een van de patroonheiligen van de productiemanagers in België. Op festivals zoals Werchter en Pukkelpop is hij de grote baas achter de schermen. Tevens was hij de afgelopen decennia ook vaak de drijvende kracht achter grote en complexe producties zoals de Clouseau en Milk Inc. Shows in het Sportpaleis of zoals het Schlagerfestival in de ETS Arena in Hasselt. Naast al deze hobby's is Walter vandaag ook nog steeds production director bij PRG Belgium, het vroegere EML. Beste luisteraars, doe geen moeite om deze man te googlen, want er is heel weinig over hem terug te vinden online. Luister dus maar goed naar dit gesprek met deze grote meneer. Walter Daze, welkom. Yay! We beginnen met 10 vragen om er even in te komen. Dag Walter, welkom. Metallica of Rammstein? Metallica. Martin F2 of Adamson E15? Adamson. Loudin of Loudout? Loudin. De beste show op Werchter die jij ooit gezien hebt? Geen mening. Geen okay. Mening. Schlager, te veel goeie. Ja, te veel goeie. Ja. Schlager of rock? Rock. Goed geregeld of rock en roll? Goed geregeld eerder. Witte of rode wijn? Rode wijn. Een show in de grote zaal van de Trix of liever het Sportpaleis? Sportpaleis. Koers of voetbal? Koers. Ah, dat doet maar. Opener of headliner? Headliner. Geluidstechnieker of production manager? Production manager. Right. Ja, veel mensen weten dat misschien niet, maar je bent wel begonnen als geluidstechnieker ook, hè? Ja, klopt. Ik ben er zo ingerold. Begin jaren 80. Zoals vele mensen onder ons waarschijnlijk begonnen met discobars en dan kleine bandjes en zo. Wat dingen in elkaar knutselen. De eerste speakers zelf maken en zo, speakerkasten en zo verder. Zo bij EML terechtgekomen in Bilzen om onderdelen te kopen, want dat was een van de weinige plaatsen in België waar je flightcase materiaal bijvoorbeeld kon kopen en zo. Dus af en toe reden we all the way tot in Bilzen om spullen te halen en zo Luc Hermans leren kennen, de baas daar. En een tijdje later belde hij mij, ja, ik heb iemand tekort om een job te doen in Luxemburg voor RTL. Kun je niet mee? Dat was 1 december 83. Dat ga ik noteren, ze. Dat was een toertje voor RTL in Frankrijk, Luxemburg en België. En zo zijn we erin gerold. En al de rest is history. Vanuit Bilzen. Vanuit Bilzen, ja. Een paar maanden later heeft Luc Hermans zijn bedrijf dan verkocht voor een deel aan Herman Schuurmans en Hedwig de Meijer, die toen eigenlijk de boel aan het opstarten waren. Stageco was net... Jazz Bilzen heeft daar ook iets mee te maken, denk ik. Nee, helemaal niet. Allee, fout 1, Bram. Ja, dat wordt in Bilzen dan toch gezegd. Ze zijn er daar toch wel trots op dat Herman Schuurmans een beetje zijn mosterd daar is komen halen op Jazz Bilzen. Dat denk ik niet, eigenlijk. Maar er is een zekere link. Maar je moet een keer luisteren. Ik ga dat ook nog een keer opnieuw luisteren. Naar die podcast. Vijfde tent in Grasdal wordt dat uitgelegd. Maar er is wel iets. Het is niet... Ja, er is iets. Maar er is zeker iets, ja. Maar ja. Herman was eind jaren 70 al druk bezig met bandjes boeken. Wat Nederlandse bands ook. Jan Akkerman en zo'n dingen. Mm-hmm. Er was die kajak en zo. Ik weet niet wat je dan nog... Ja, dat is van vorige middeleeuwen. Hè. Dat is van mij zelfs van voordat ik geboren was, volgens mij. Ja, ja. Dus, En hij zal natuurlijk wel ieder jaar
goed meegekeken hebben wat daar gebeurde natuurlijk, want dat was het enige internationale evenement, zelfs in België, met internationale artiesten. Er waren nauwelijks concerten van buitenlandse artiesten in België. Het Sportpaleis was onbestaand. Forst Nationaal was er wel. Van half jaren 70 of zo. Hè. Daar kwamen wel regelmatig bands, maar dat had verder niks te maken met onze lokale industrie. Maar dus, hij werkte op een bepaald moment voor EML en Herman Suurmans en Edwin de Meijer van Stage School, nu nog altijd, kochten een aandeel in EML en zo hebben die mensen leren kennen. Ja, Luc begon steeds meer verkoop te doen van materialen en hij wou zich daar meer op concentreren, dus heeft hij de verhuur voor een deel verkocht. Mm-hmm. En dat is dan heel snel gegaan. We zijn verhuisd naar Werchter, naar de Beverlaak, hetzelfde gebouw waar Steesco en Altsin toen was. Altsin, de organisatie van Rock Werchter in die tijd. En die... ja, dus dan zijn we heel snel alles en nog wat beginnen doen voor concerten van Herman. Mm-hmm. We gingen mee, als hij Stage Hands tekort had in Brussel, gingen we mee in Forst Nationaal werken. En Ancien Belgique en noem maar op. En zo zijn we daar steeds meer ingerold. Sorry dat ik onderbreek, Walter. Was Herman Suurmans dan ook operationeel betrokken bij EML nee. op dat moment? Nee, eigenlijk niet. Ja, er kwam veel werk natuurlijk via hem binnen. Wie was op dat moment de drijvende kracht achter EML dan? Dat was een heel klein bedrijfje. Hè. Er waren maar enkele mensen. Ton van Dranen, u nog wel bekend ja, als tourmanager. Ja. Axel Red en noem maar op. Ja, absoluut. En Arno en zo verder. Ja. Die deed kantoorwerk. Dus die deed de boekingen en wat boekhouding en zo, maar dat was allemaal heel, heel beperkt. Hè. We hadden in dat gebouw één kamer. En dat was een combinatie van kantoor en slaapkamer. en dat was het, hè. Ja. Herwig Broekmans was er, Herbie, die nu bij Powershop is. Kees van Gool. Die naam zegt me iets. Wie was dat weer? Ja, Kees is een van Breda. Een geluidsman die veel bands heeft gemixt heel zijn leven. Een eigen studiootje heeft gehad altijd. Die mixt Jean Lemaire bijvoorbeeld en een heel aantal bands. Dus dat was een vaste klankman bij EML toen ik erbij kwam. Ton van Dranen was ook een geluidsman. Herbie toch ook, hè? Herbie ook. Ja. Herbie was een monitorman. Ja. Vele, vele jaren geweest. Dus we waren nogal gefocust op geluid. Er was licht natuurlijk, omdat dat nodig was. En toen werden natuurlijk geen twee firma's gebeld om een concert te doen. Dat was altijd één bedrijfje deed wat er nodig was. En dat beperkte zich. Ja, video was gewoon onbestaande. Het was allemaal heel simpel. Licht, dat beperkte zich tot parkannen. En dan, dat was iets bijkomstig een beetje. De lichtman was meestal ook de chauffeur. hielp met geluid bouwen. En als alles fysiek recht stond... dan deed dit licht. Dan was er een soundcheck en dan... Dan zetten ze zijn parkjes recht en... dat beperkte zich tot vier wind-ups meestal en vier six-baren of zo. En dat was het. Hè. En vanaf wanneer... Want dat is wel nog interessant als we hier even een beetje chronologisch doorgaan, zeker, hè, gast? Ja, absoluut. Zeker. En een notendop, hoe zagen die eerste 10 jaar er dan uit? Is dat snel gegroeid, EML en die dingen? Of is dat... Wel snel en niet snel. We zijn vertrokken van niets. Hè. Ja. Moet weten dat we... Een van de eerste jaren dat we concerten deden, kwamen we in Nederland voor een concert in Ahoy. Ik weet al niet meer welke band het was.
En de Frans Vaasman, geluidsman die erbij was, een Amerikaan, had nog met Elvis getoerd. Oh. Die vertelde mij dat de keer dat Elvis in Europa getoerd heeft, ze op zoek waren naar een PA-firma en die niet gevonden hebben. In Europa. Ja. Dus dat was het niveau. Dus we kwamen gewoon helemaal van nergens. Hè. Dat is heel moeilijk voor te stellen nu. Maar er was bijzonder... Oh, bijzonder. Dat is hier al serieus. Walter Dazen kent de geluidsman van Elvis Presley. Ja. Dat kan hier ook alweer tellen. Er was dus bijzonder, bijzonder weinig. Hè. Je had ook nergens een adres waar je kon terecht... informatie in te winnen of wat dan ook. Hè. Dus er was niets. Contrast met nu kan eigenlijk niet groter zijn. Inderdaad. Nu een klein bedrijfje dat begint en een jaar later hebben ze een Digico. Ja, absoluut. En dat is ene kant, materiaal kan, maar ook op vlak van kennis, hè? Ja, omdat je nu zegt van en er was... Ja, je tikt op Google in er wat in en je krijgt alle info dat je ook maar bedenken kan. Ja, absoluut. Dus ja, die eerste jaren vooral waren bijzonder frustrerend zelfs, omdat je vooruit wou en heel moeilijk vooruit kwam, omdat je vond de materialen niet. Budgetten waren natuurlijk ook totaal niet wat ze nu zijn. Materiaal bestond ook gewoon niet. Zo en materiaal, ja. Je moest, als je het niet zelf kon uitvinden of maken, was het er niet. Maar en toch vind ik dat ergens een raar gegeven, omdat hij had toch al super mega grote bands in de jaren 80 of zo. Alleen, we zijn nu toch bezig over de jaren 80. Hij had toch... Ja, wel... Dat waren toch ook niet de middeleeuwen of zo, hè, Walter? Ja, maar toch, hè, als je zag hoe die toerde, bijvoorbeeld... In Vos Nationaal heb ik de eerste PA zien vliegen. Ik denk ergens 2,83 of zo. Dus er werd geen enkele PA gestekt. Hè. Alle PA's werden gestekt. Hè. Dus er werd niks gevlogen, omdat het gewoon niet bestond. Ja. De gekste kastelen werden gebouwd met de meeste... Als je dat nu ziet, dan denk je van... Ja, het feit dat mensen zo omgingen met speakers... was duidelijk genoeg dat er gewoon geen know-how was. Er was gewoon... Ik ga hier... Sorry dat ik wilde... We hadden dat direct op voort hebben. Ik ga hier van de morgen doen, dat ik dat een beetje... Toen we dat hier een beetje aan het voorbereiden waren, een foto gevonden van een gevlogen Martin PA-gast. Ik zal je dat zo weer een keer tonen. Dat spel is gewoon 30 meter breed, gewoon, die PA. Een foto van een Martin. Oh, miljard, fantastisch. Maar goed, sorry, ik heb je onderbroken. Ga verder, Walter. Er werd ook geen PA gevlogen, omdat er ook geen takels waren, bijvoorbeeld. Ik heb... menige shows gedaan in de jaren 80 nog, dat er gewoon geen takels bestonden. Stageco, die hebben in 84 hun eerste 12 takels gekocht om op tour te gaan met Genesis. In welk jaar hebben ze dat gekocht? In 84. 12 takels. Voor mensen, moest er iemand luisteren die afvraagt wat dan een takel is? Een takel is een motor die iets kan omhoog trekken. Een kettingtakel, ja. Okay, ja. Dus wat er gebruikt werd, waren handtakels. Wat natuurlijk enorm zwaar is om iets mee te heffen. De technologie was er gewoon niet. Ze hebben die trouwens, de CM-takels van nu, die nog altijd populair zijn, waren toen precies dezelfde. Daar is niets aan veranderd ondertussen. Maar ze hebben die in Amerika moeten bestellen, want in Europa vond je die niet. Hè? Zelfs niet in 84. Ja. Dus voilà, dat was het niveau. Hè. Voor Stateco was dat hetzelfde. Hè. Alles wat ze gebouwd hebben, hebben ze zelf verzonnen. Want er was niks om iets bij te leren. Niets of niemand kon in leren hoe het moest. Ze zijn zelf begonnen met spanten bouwen. Hebben trouwens onze eerste trussen ook nog gelast. We hadden geen aluminium trussen. Hè. We hadden dat eens gezien in Engeland, maar... Dat was allemaal zelfbouw, hè. Zelfs in Engeland ook. Hè. Er waren een paar bedrijfjes in Engeland die trussen lasten, op bestelling eigenlijk meer dan wat anders. En zo ging dat. Hè.
Dus we vertrekken daar eigenlijk van jungle. Ja. We moesten bijna nog bomen kappen voordat we konden beginnen. Zo was dat. Dus dan je moet je dat zo voorstellen. We zijn dan de eerste, in maart zijn we verhuisd in 1984 naar Werchter. We kregen al meteen een toertje binnen. Een clubtoertje, want bijna alle tours die we toen deden waren clubtours. Clubs hadden ook geen infrastructuur. Er was geen enkel club die huispie had, bijvoorbeeld zelf Paradiso bijvoorbeeld, of Ancien Belgique, of die hadden geen PA, geen nauwelijks of geen licht. Ja, gewoon echt lege zaal. Ja, een theater die hadden een basis, hè, omdat die zo werkte. Hè, producties die in theaters kwamen, die hadden niets bij. Die gebruikten alles van theater. Ja. Was ook heel simpel qua techniek. Maar bands die toerden in clubs, ja, die moesten het meenemen of het was er niet. Dus meestal werd het al vrij lokaal gedaan. Je zag zelden of nooit een Engelse productie op tour hier of zo. In Engeland waren er wel al enkele bedrijven die wat groter waren. Die toerden met Engelse en Amerikaanse bands. Maar dat was ook allemaal zeer, zeer beperkt. Hè. En vanaf midden de jaren 80, welke waren dan die bands waar dat jullie mee clubtours deden? Wel, de eerste toertje dat we gedaan hebben toen in 84 was The Sound. Ook weer, je zult het moeten googlen om het... die waren toen vrij populair. Rockbandje. Die verkochten clubs uit in Benelux. Dus ja, wij toerden daarmee een paar weken, 2-3 weken was dat meestal of zo. En speelden op de gekste plaatsen. En wat was uw functie dan binnen die tour? Ik was geluidstechnicus, ik deed altijd PA meestal. Ja. Meestal hadden die bands wel iemand bij om te mixen. Maar ik bouwde PA meestal en Herbie monitors. En dan iemand mee voor het licht. Dus zo hebben we behoorlijk wat toertjes gedaan. Er waren natuurlijk ook de Belgische bands die vanaf begin jaren 80 behoorlijk populair werden. En dat was de periode dat TC-Matic heel actief was. De Kreuners, de Kids. Scaps? Scaps nog niet. Nee, dat was dan ietsje later, denk ik. Joël Meijer natuurlijk ook heel populair was. De Bed. Ook iets dat je waarschijnlijk moet googlen om het... je hoort het nog wel eens op de radio. Ja, daar heb ik wel nog van gehoord. Mijn pa heeft dat af en toe nog eens opgezet. Ja, ja, dat soort bands hebben we veel mee gewerkt. En ja, die deden eindeloze tours. Hè. Ik heb met TC-Matic... ik kan dat echt niet zeggen... honderden en honderden shows gedaan. Ja. Maar echt, dat stopte niet. Hè. Soms speelden we 70 shows per jaar of 100 shows per jaar. Ik kan dat niet bijhouden. Hè. Ja. Elk festival in de zomer, dat werd totaal niet zo gepland als nu. Hè. Nu gaat een band om een carrière te plannen. Gaan ze zeggen, nou, we gaan dat festival spelen en dan gaan we daar een toertje doen en dan gaan we jaar niets doen. En, ja, toen was dat gewoon, wie belde, kreeg een show. Hè. Ja. Er werd cash betaald op de show en klaar. Hè. Zo ging dat. Er was ook qua communicatie alleen maar een telefoon. Toen wij in Werchter kwamen op kantoor, was er nog geen fax, bijvoorbeeld. Er was een telex, waar Herman... Er had er veel moeten gegoogeld worden. Er was een telex, hè, met papier en strookjes, met gaatjes geponst. Mm-hmm. Dat was de manier om een bericht te sturen naar Amerika. Of naar Engeland, voor een band te boeken voor Herman, om een schriftelijke bevestiging te krijgen. En de rest was telefoon. Fax is er pas, ik weet niet, 85 of 86 gekomen, denk ik, of zo. En als ik dan zag
de communicatie voor een Rock Werchter in de tweede helft jaren 80, dat beperkte zich tot 10 faxen of zo. En de rest was telefoon. En, voilà, en dan zagen we wel, hè. Het was geboekt en ze zullen wel opdagen wanneer. Ja, het was maar 1 dag festival toen natuurlijk. 1 dag Rock, 1 dag Rock Torhout, 1 dag Werchter. Ja, soms waren wij in Torhout en waren we aan het wachten op een band en stond die in Werchter, hadden ze hun contract verkeerd gelezen. En zo verder. Er was geen GSM. Dus een band waren meestal aan toeren als ze op een festival moesten aankomen natuurlijk. Dus die waren onbereikbaar. Met een beetje geluk hadden we een tourmanager die al de klik maakte van de dag ervoor nog eens te bellen naar ons. Van ik heb uitgerekend dat we waarschijnlijk rond dat uur zullen aankomen. En dat was het dan. Hè. Bands toerden ook nauwelijks met materiaal. Hè. Die hadden een kabinetje met een backline. Of gebruikte local backline. Maar dat was allemaal zeer, zeer beperkt. Hè. Ik denk dat we straks wel nog redelijk uitgebreid zo willen babbelen over Werchter. Ja. Maar toch een klein vraagje. Dus hij zit er van de eerste keer bij, van de eerste edities van Werchter worden hij erbij, maar dan eerder als geluidstechniker? Wel niet. Nee, Werchter is eigenlijk gegroeid vanuit de Girovuiven in Werchter met Hedwig de Meijer, die een discobar had, die heel populair was trouwens in de streek daar. In 75 geloof ik. En dan hebben die een paar jaar vuiven gedaan eigenlijk. En is Herman er snel bijgekomen en live bandjes bijgezet. Dus van 77 hadden ze eigenlijk een line-up, denk ik, met een paar internationale bandjes al. En zo is dat heel snel gegaan. Hè. Dus vanaf... In 80 waren de Kings bijvoorbeeld al in Werchter. Memorabel show. Met het meest modder ooit geproduceerd in, op deze wereldbol waarschijnlijk. Er zitten nog altijd schoenen in de grond van de helft van het publiek ongeveer. Gelukkig was het maar 1 dag. Maar toen was ik nog niet betrokken in de organisatie. Ik kwam al wel op die shows elk jaar, maar was ik nog niet aan het werk. Dus pas toen Jamel verhuisd is naar Werchter in begin 84, toen 84 was mijn eerste editie van Werchter. Inderdaad, dan deden we zelfs nog geen PA, omdat er gewoon geen was. Zeker niet genoeg, verre van. Dus er was een Engels bedrijf die dat deed, die dan ongeveer half Europa alle Martin stacks, de Martin Bins en Filicaves en Horns van toen werden... En ons bedrijf kwam toen op Werchter al... Ja, dat was de enige mogelijkheid. Dat was de enige mogelijkheid. Bijvoorbeeld, ik denk 85 was Joe Cocker headliner. Ja, dat was PA van 17 verschillende bedrijven. Omdat er toen al 50.000, 60.000 mensen waren... Ja, je moet dat op een of andere manier een beetje proberen coveren. Delay-torens was onbestaand. De eerste keer dat ik delay-torens gebruikt heb, was in 85 voor de Paus. Die toen op tour was, zeg maar. We hebben toen 5 shows gedaan met de Paus in België. Dat was in mei. 85, ik had het nooit vergeten. En toen hebben we de eerste keer delays gebruikt. We hebben toen digitale delays laten bouwen door een klein bedrijfje in Nederland, omdat er gewoon geen digitale delay bestond. De technologie was er toen al, de chips begonnen zo heel in het begin verkrijgbaar te zijn. En dan heeft die delays gebouwd. Ja, dat was al een hele stunt. Toen konden we maximum 300 milliseconden delayen. Dat was het maximum dat hem mogelijk was. Dat was al een hele stunt, hè? Ja. Ik herinner me goed dat die dingen werkten wel, maar bromden als gekken.
waren bijna niet stil te krijgen. Dan moest je echt de hemel en aarde voor verzetten. Het minste foutje dat je maakte met aardingen of wat dan ook, was dat meer brom dan geluid dat eruit kwam. Dus dat was het niveau. Oké, maar dan zitten hij en u en de ploeg van de ML daar echt altijd en altijd super hard aan de kar getrokken om die, binnen die sector, of om dat te ontwikkelen. En... Ja, natuurlijk. Hè, want de vraag was groot, maar je moest het kunnen invullen. En je wist dat het beter kon, maar er waren geen middelen. Dus ja, je was altijd op zoek inderdaad naar, hoe moeilijk dat ook was, naar oplossingen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld voor de pauze hebben wij toen hier in Gent bijvoorbeeld op de... Het was een kleine luchthaven waar nu Flanders Expo is. Is er een luchthaven? Was een vlieg... Oh, sorry, ja, dat was zo voor... Ja. Waar nu de IKEA is en mm-hmm. Flanders... Ja, dat was voor sportvliegtuigen en zo. Okay. En dat was een grote open vlakte. Dus daar is de paus geweest. Dat waren 150.000 mensen. Dus voor een toespraak die verstaanbaar moet zijn... is niet zo eenvoudig om dat mm-hmm. voor elkaar te krijgen. Dus hebben we allemaal met delay-torens gedaan. Heel veel. En ik herinner me toen ook, zoals ik net zei, er waren geen takels. Toen waren er dus ook geen takels om die delay, om die speakers bovenop die torens te krijgen. Steeds had die torens gebouwd met SCAF. Moesten die speakers allemaal 6 meter hoog krijgen. En ja, we hebben dat moeten doen met hand... Lieren, hè? Met de hand naar boven trekken. Dat was de enige manier. Een heftruck zelfs. Maar zeker niet dat 6 meter hoog ging. Dat was gewoon... Goh, jongens. Ja, dat we nu wel nadenken. Hè? Dat is dingen die we nu als heel vanzelfsprekend zien of vinden, dat is wel... In Werchter was bijvoorbeeld één heftruck. Dat was een oud ding dat Hedwig ergens op de kop had getikt. Ja, dat was... Dat leek meer op een tractor waar ze een paar vorken hadden opgemonteerd vooraan. Als we dan nog wat verder gaan, Walter, als het mag. Dus wanneer zei hij dan meer geëvolueerd van geluidstechnieker naar productie? Of ben ik hier nu een stap aan het overslaan? Nee. Wel, dus... Ik heb eerst dus een paar jaar in Werchter gewerkt en geholpen met alles en nog wat. Bij de opbouw en tijdens de festivals. En sinds 87 is EML PA beginnen doen in Werchter. Eerst is Amco er nog geweest. 86 denk ik. En dan 87 was het de eerste keer met de Martin PA. We hebben toen een behoorlijke investering in Martin PA gedaan. De foto die je daarnet toonde. Omdat er in Engeland een vrij grote stokwal was van dat materiaal, hetzelfde, konden we daarbij huren. En op die manier konden we dan werk te doen. Dus dan hebben we daar toch wel verschillende jaren werk ermee gedaan. Maar ik was toen al steeds manager ook. Er waren een paar Mojo mensen die in Nederland wel wat meer werk deden met festivals al. Noordje Jazz bijvoorbeeld bestond toen ook al. En Pinkpop was er natuurlijk ook, die al een heel aantal jaren vroeger bezig waren. Die hebben hun 50ste verjaardag al gevierd. En er waren altijd een paar mensen die kwamen werk te doen dan als stage manager. Mm-hmm. En dan op een moment zei Herman, als zij dat kunnen, kun jij dat ook. Dus vanaf volgend jaar is dat nu. En ja, daar werd ik er meteen ingegooid. Dat was, Sting toen headlinen met Paul Simon gecombineerd. En toen was dat meestal zo dat er twee headliners waren.
De ene speelde laatst in Torhout en de andere speelde laatst in Werchter dan. Ah ja, zo. Ah, dat wist ik niet. Ik dacht dat dat exact dezelfde line-up was. Jawel, dezelfde bands wel, ja. Maar dan omdat er twee headliners waren, werd dan meestal een compromis gemaakt van ja, je bent het elkaar waard. Hè. Zoals Paul Simon en Sting natuurlijk, allebei grote namen. Ook toen al natuurlijk. En zo ging dat dan. Sting kwam met 5 drumstellen, met een band van 20-30 mensen, 1 mens groot. En die productiemeester belde mij en zei, ja, ik heb een riser nodig in een aantal niveaus, vooral die muzikant te kunnen zetten. 16 meter breed, 8 meter diep. Was van achter, denk ik, 3 meter hoog of zo. Hoe gaan we dat wisselen? Ja, dat was... Die? Ja, dat was gewoon, dat was geen keuze. Hè. Dat moest, het podium was ook niet zo groot. Dus ja, toen hebben we een rolling rider gebouwd. De eerste keer gewoon in skef, hè, met skefwielen. Gewoon standaard materiaal. Ja, dat was een ding dat woog 10 ton of zo, denk ik. Dat kreeg je met 2 niet verduurd. Zonder dat er iemand op stond. En dat was de eerste eigenlijk grote wissel die we hebben gedaan. Dus dat ding van achter het podium gezet. Een zwarte doek ertussen gehangen. En ja, er was nog maar, ik weet niet, meter of 6-7 over of zo, denk ik, vooraan. Voor dan de andere headliners laten spelen, voor dat monster. Voor dat Paul Simon te laten spelen. En dan... ja, dat was niet te verduwen. Hè. Dus we hebben toen takels gebruikt om die vooruit te trekken. Daar reed natuurlijk niet recht, dat ding. Dus tegen dat die vooraan stond, stond hij een meter uit center. En het waren nog geen moving lights natuurlijk toen. Dus alle parren waren gericht 's morgens. 300 parren of zo. Om dat iedereen mooi uit te lichten. Ja, we zijn de show begonnen met het ding een meter uit center en iedereen stond in donker natuurlijk. Ja, dat is nu eenmaal hoe dat ging toen. Ja, het niveau was nog heel laag, maar dat was overal zo laag. Dus, maar dus eigenlijk zit hij op dat moment bijna door Herman Suurmans of door de vrouw van Werchter geëvolueerd in de richting van productie en stage management. Ja, inderdaad, want er was gewoon niemand anders. Dus Herman gebruikte... Had hij opgeofferd? Ja, maar nee, dat was gewoon samen oplossingen zoeken. Hè. Hedwig was daar, die voortdurend oplossingen zocht voor de eerste tour die hij deed. Hè. De eerste internationale tour was Genesis, het jaar daarna hadden ze Pink Floyd. Dat is heel snel gegaan dan. En er moesten constant oplossingen gezocht worden. Er was een kleine ploeg, maar er was ook veel meer tijd, omdat er veel minder shows waren natuurlijk. Ik herinner me dat bijvoorbeeld... Ja, dat is raar, er was meer tijd, maar 5 minuutjes geleden zeiden van ja, er waren meer shows. Dus hoe was er dan meer tijd? Of hoe... Want ja, T-Symatic alleen speelde al 100 keren, nu had je geen zo'n bands meer, hè? In welke opzicht was er meer tijd? Ja, oké, okay, maar zo'n TC Magic en de Belgische bands allemaal, ja, dat was een simpele technologie. Hè. Ja. Dat was bandwerk bijna. Het materiaal zat in een trailer of in een bakwagen, naar gelang de productie. Die bleef geladen. Ja. Dus ja. Heel dikwijls begonnen wij om 1 of om 2 uur 's middags te bouwen om 's avonds een show te doen. Hè. Mm-hmm. Dus dat was tijd. Hè. Ja. Load-in, dat duurde 1 uur, 2 uur max. Backline erbij, soundcheck voor het programma. Om 1 uur 's nachts was de kabion dicht. Ja. Natuurlijk waren dat meer de weekends natuurlijk dan de weekdagen. Dus de weekdagen waren meestal vrij kalm. Bijvoorbeeld, ik herinner me in de jaren 80, januari, februari, dat gebeurde... dat er op 2 maanden geen ene show was. Niet 1 show was. Ja. Engelse bands gingen allemaal naar huis natuurlijk met kerstmis. Zoals het nu nog altijd is natuurlijk. En die namen hun tijd. Ja, die toerden niet. Januari, februari zeiden nauwelijks of geen beweging. En dan begon het voorjaar en het festivalseizoen. En het najaar was druk natuurlijk.
Dus het was een ander ritme. Ja. Dus we waren met een kleine ploeg en iedereen zocht oplossingen. Steeds Cody waren met 3-4 mensen, zoiets. Die bereiden meestal een tour voor in het voorjaar. Deden die tour dan in de zomer. En dan... het najaar was eigenlijk kalm voor hun ook. Hè, omdat, ja, dat was... Er waren toen in de zomer ook enkele festivalpodia die ze deden. Zoals Werchter, Pukkelpop van in 85 zijn we met Pukkelpop begonnen ook. In Heppen, bij Leopoldsburg, mm-hmm. Op voetbalveld. Huh? De eerste twee keren. En zo verder. Dus ja, er waren heel veel Belgische festivals, enorm veel. Elke zomer deden we elk weekend 2-3 festivalletjes, allemaal 1 dag. Veel lokale bandjes, af en toe wat Engelse bands erbij, als headliner. Maar dat was meestal, zelfs voor een festival, 's morgens binnenkomen en om 's middags festival beginnen doen, band of 5-6, en tegen middernacht was dat gedaan. Hè. Dus het was heel, heel beperkt qua techniek. Ja, ja. Dat contrast kan ook niet groter zijn met vandaag, denk ik. Hè. Richter, dat staat daar toch maanden. Ze zijn daar maanden op voorhand. Ja, maar achter, al, voorbereidingen. En, ja. Ja, ja, natuurlijk. Hè, absoluut. Het is die evolutie misschien daarin. Een beetje raar wat ik hier zit te vertellen voor iemand van 20 jaar die nu in de branche zit. Die zegt, wat vertel je allemaal, man? Dat is niet te geloven. Ja, ja, nee, maar dat is wel cool om te zien ja, hoe dat geëvolueerd is. Ah, ja, het zal wel. Dus, maar in de jaren 90 is dat wel snel gegaan. Hè. De digitale techniek was er, zoals ik daarnet zei. Wat we in 85 al problemen hadden met een digitale delay, was in de jaren 90 al als schering en inslag natuurlijk. Yamaha en Roland maakten toen al hele goede delays. Dat waren wat de enige twee merken die populair waren toen. Digitale mengtafels waren er nog niet. Hè. Dat is nog veel later gekomen. Wij hadden THC-mengtafels. Midas was er met de XL3. Begin, eind jaren 80 misschien al, begin jaren 90, was er de beruchte XL3. De meest populaire tafel ooit waarschijnlijk. En dan de XL4 kwam pas veel later. Hè. Ja, dat is al eind jaren 90 pas in, denk ik. Hè. Dus we hadden THC. Zeg, je spreekt altijd van wij EML en wij dit. Heb jij ooit in de structuur van EML echt gezeten? Ik wil zeggen aandeelhouder geweest? Nee, of, nooit aandeelhouder geweest, nee. Nee? Ja. Ja, maar je spreekt wel in die termen, hè, van wij. Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben sinds 83 niet weg geweest bij EML. Dus ja. Ja, dat is een stuk van mij natuurlijk. Hè. Dat is... Ja, je zit daar mee gegroeid. Ja, natuurlijk. Ja, dat is gewoon niet een stuk van mijn leven. Dat is mijn leven. Hè. Ja. Ja. Nooit voor iemand anders gewerkt dan EML? Ja. Toch niet na 83. Ja. Ja. Voor 83. Toch niet de last. Voor 83, de paar jaar tussen dat ik van school kwam en EML, heb ik voor een paar kleine bedrijfjes gewerkt, wat dingetjes gedaan in Frankrijk en zo. Nee, sindsdien geen enkel ander bedrijf gewerkt. Nee. Crazy. Allee, nee, niet crazy dat. Ja, nee, niet crazy, dat is super schoon. Hè. Dat, ja, bedoel, dat is de max. Dat is de max. Dat is de max. Zeg, gaan we een keer, we hebben nu al een tijdje over het verleden, gaan we een keer katapulteren naar nu? Ja, dat is een goed idee. Hè? Ja. Werchter, nu? Ja. Hoe gaan we dat... Want ja, ik denk dat veel mensen die dat... die luisteren, of de mensen, ja, dat hun er dat eigenlijk wel, dat dat wel super interessant is van hoe dat je dat aanpakt. Want gaan we een keer een standaardjaar Werchter met u overlopen, Walter? Een tijdslijn, zo, of een tijdslijn van begin tot einde. Ja, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, Werchter vandaag is een project geworden dat een vol jaar duurt en meer soms. Hè. Soms zijn we meer dan een jaar vooruit met voorbereiding. En dat de headliners zeggen, kijk, we gaan toeren, maar we gaan op die of die manier toeren. Dus je moet daar rekening mee houden.
Wat kunnen met plannen sturen al, timings, welke bands gaan er nog spelen, is dat haalbaar? Soms gaat dat dus heel lang vooruit. Maar we werken altijd van kort na een festival zijn we bezig met het jaar daarna. In het najaar zijn alle headliners wakker, die allemaal hun pionnetjes uitzetten en zorgen als ze ergens gaan spelen, dat ze dat in de juiste omstandigheden kunnen doen. Dat gaat heel ver tegenwoordig natuurlijk, als je ziet wat er neergeplant wordt. Ja. Het is niet voor niks dat ik mijn haar kwijt ben. Een heel groot stuk zit hem daar waarschijnlijk in het oplossen van puzzels die waar je van denkt van hoe gaan we daar aan beginnen? Dat gaat niet. En dan is dat veel praten en veel masseren, zeg maar. Compromissen tussen veel partijen. Om tot ergens te komen. Oké, een band die het onmogelijke vraagt, ziet meestal na een tijdje wel in dat ze moeten water bij hun wijn doen, omdat elk festival zegt, ja sorry, maar dat kan niet. Uh-huh. En wij zijn meestal de beste van de klas, zeg maar. En proberen het echt wel goed te doen. We hebben die reputatie ondertussen ook. Bands weten ook waar ze terechtkomen en kiezen ook Werchter, omdat ze weten dat daar een oplossing komt. Dat we niet stoppen, halfweg. Dus die reputatie is opgebouwd geweest vele jaren en op een bepaald moment kun je ook niet meer terug. Dan heb je die naam en dan zeggen ze, ja, maar we zijn toch in Werchter, wat is het probleem? We gaan het toch oplossen? waar bands bijvoorbeeld, grote airline shows gebeuren op een festivaldag, weliswaar, zoals in Roskilde of inderwaar, waar ze meestal op een podium terechtkomen en alleen als headliner zijn, gaat dat in Werchter altijd gecombineerd zijn met een tweede headliner. Als je een beetje geluk hebt, is dat vrij eenvoudig qua productie. Heb je tegenslag, dan krijg je Pink en Rammstein na elkaar op één dag. Dat is gewoon enorm moeilijk natuurlijk. En is dat dan op dat moment, is dat dan uw probleem? Is dat mijn probleem, ja. Ja. Dan komt hij er wat zuur wat zeggen tegen. Dan zegt hij hem tegen u, hey, Pink en Rammstein spelen het record. En hij regelt dat wel, hè. Dat, zo ja, 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 echt, dat gaat letterlijk zo. Ja, dat gaat letterlijk zo. En omdat hij ook niet genoeg begrijpt van de ins en outs van die problemen. Ik kan hem zeggen, ja, Rammstein komt met 15 trailers en Pink met 10 trailers. Ik moet dat fysiek op een podium krijgen alleen al. Laat staan dat alles bijna op dezelfde plek staat, volgens de plannen wat ze sturen. Ja, los het dan maar op. Niet alleen op de vloer, maar ook in het plafond natuurlijk. En frontenvaals, en noem maar op, en catwalks, en. Dat gaat over duizenden in details. Dus die bands zijn allebei geboekt als headliner. Die vinden allebei dat ze een headline show komen doen daar. Dus een headline show voor een band is iedereen uit de weg. Wij komen onze show weer doen volgens onze condities. En ja, dat botst constant. Dus dat is altijd een heel groot stuk van mijn winter, is dat voor elkaar krijgen. Je kunt al eens geluk hebben, maar die jaren zijn zeldzaam. Ja. Dus, zijn die nu zeldzamer aan het worden, nu dat die producties zo aan het groeien zijn? Of absoluut, is dat is zeker in een grote versnelling geschakeld de laatste 10 jaren. Absoluut, geen twijfel aan. Omdat veel bands zijn zo professioneel geworden dat ze natuurlijk een show in elkaar steken die ze overal willen tonen. Dus ze werken daar ook heel hard aan, ze steken daar heel veel centen in om iets mooi te maken. Een decor, een lichtshow, video. Er is ook veel meer materiaal ter beschikking om met te toeren natuurlijk, zoals videoschermen. En ze willen dat overal laten zien. Ze zijn ook zo professioneel geworden om hun fans zowel in New York als in Londen als in Werchter hetzelfde te laten zien. Dus dat is op zich goed voor de branche, is goed voor de fans,
Want die hoeven niet gefrusteerd naar huis te gaan, nee, als ze een werker Pearl Jam gezien hebben en op YouTube iets zien in New York van, amai, dat ziet er 10 keer beter uit. Dus dat is supergoed voor de ticketkoper. Maar je moet het ook nog voor elkaar krijgen natuurlijk op het podium. En dat is complex. Ja. Dus door de jaren heen ga je verdiepen in dingen waar je eigenlijk niet veel van af weet, maar door het te doen, je eigenlijk in werkt. Kun je daar een voorbeeld van geven? Van, ja, ik heb mij daarin verdiept, omdat dat nodig was voor de ontwikkeling van het festival? Elke techniek eigenlijk. Hè. Van licht tot video, tot communicatie, tot risers, podia. Name it. Je moet het leren door het te doen en met mensen te praten en te stelen met de ogen en zo verder. Dat komt natuurlijk niet vanzelf. Uiteindelijk... Ja. Maar op al die... Ja, sorry Bram, sorry, zeg maar. Nee, zeg maar. Ja, dat zo dingen gelijk, ik weet dat Pink dan door de lucht heeft gevlogen op Werchter. Ja, als je weet dat dan daarna nog een Rammstein moet komen, dat praktisch mogelijk maken, dat je moet dan toch al weten van ja, hoe werkt dat, waar moet dat vasthangen, hoe gaan we dat doen, want er moeten dan nog andere dingen zakken. En... Ja, inderdaad, daar komt, zoals ik daarnet al zei, enorm veel bij kijken in allerlei technieken. Zoals Pink, toen die combinatie met Rammstein was nog eens super complex, niet alleen op het podium, maar ook voor het podium, omdat Pink per se... wou vliegen, dat was toen een stuk van haar show. En ze zei, kijk, als ik kom, dan doe ik het all the way. Ze begrepen ook wel dat ze dat moesten aan hun fans geven. We hebben dan delay-torens gebruikt om kabels te spannen over het publiek en zo verder. Die waren op tour, die speelden in Londen de avond ervoor. Dus die zijn overnight gekomen. We hebben alleen 2 man vooruitgestuurd om de winches voor te bereiden, de kabels te spannen. Dat ze die niet meer over het publiek moesten trekken als ze aankwamen. Want... Ja, want dat komt er dan ook nog eens bij. En doet je overnight. Excuseer. Ik weet nog goed, die zouden om 10:00 overnight van Londen binnenkomen. Die waren hopeloos te laat. Die waren er pas als de deuren open gingen. Al open waren. En die hebben er nog het beste van gemaakt. En dan kon de hele nacht doorgewerkt tussen de bands door. Met zandzakjes nog getest of die vlieglijnen allemaal functioneerden. Nee. Mensen zagen zandzakken over hun hoofd tijdens de changeovers. een grote kraan naast het podium... want dat was ook nog een stuk van de act bij het begin van de show. Een joekel van een kraan. Een beetje zoals een bouwkraan eigenlijk, met een platte arm. Met een arm van 50 meter lang die over het publiek draaide. Waar ze dan uitsprong bij het begin van de show met de winch. Dat was gewoon... mateloos complex. Rammstein die hadden dan allemaal staalkabeltjes naar Front de Vaas gespannen om vuurwerk over te schieten. Ja. Die kruisten dan met die vlieglijnen van van Pink. Dus dan die Duitsers van dat komt niet goed. Alhoewel dat op voorhand allemaal uitgetekend was. Zo'n productie komt aan. En die gasten bekijken de situatie en zeggen, we gaan dat toch moeten aanpassen voor die of die reden. De hoogte aangepast, dit aangepast. En dan gaan dat botst dan weer aanpassingen doen om dat op te lossen. Dat gaat enorm ver. Hè. Je bent dan dag en nacht bezig om zo'n dingen op te lossen. Probleem, een discussie was toen dat helemaal gebouwd was en eigenlijk alles voor elkaar was om die enorme complexe wissel te doen. We hadden Rammstein achteruit geduwd op het podium, daar op wielen gezet, was ze normaal nooit doen. Alles achteruit geduwd en dan een reiziger
van 18 meter breed, 6 meter diep, met heel die chateau van Pink in één wing gezet, om die er voor te laten schuiven eigenlijk, zijdelings. Want in de diepte was het totaal onmogelijk, omdat Ramstein veel te veel plaats nodig had. En stage right stond de gitaar-Odie met zijn rek en een paar kisten, zo, de typische gitaar-tuning station. En ze hadden gelaantje, soundchecks morgens. Iedereen ruimde op, alles volgens afspraken, dat die plaats er was om dat reuzenmonster ervoor te rijden. En de gitaar die zei, nee, in het contract staat dat ik mij niet verplaats na de soundcheck. Ik blijf staan. De Rodi van Ramstein. Ja. Oké, maar dan wel, nu kun je wel echt in detail weten. Dus. En ik was in bureau. Er komen een paar briesende mensen met een bureau ingeschoten. Sommigen die Engels spraken, anderen die Duits spraken. Dus dat was serieus geclashed op het podium al. No, veel F-woorden. Zo zal ik me verplaatsen. En anderen van, what the fuck is this? Dus ik kwam op het podium. Het was helemaal leeg vooraan. Helemaal klaar om te wisselen. En er stonden twee kisten. Stage right, midden in een doorgang van 7 meter breed. Ik verplaats me niet. Goh, voilà. Oké. Dus ja, het is dan veel zalven. En de man zelf laten inzien van, kijk nu eens rond u. Adem eens diep in. Kom eens zelf tot het besef. Kijk eens wat je hier aan het doen bent. Word jij boos op zo'n moment? Of, dat mag je niet doen. Dat lost echt niks op. Dat is echt de slechtste manier om zoiets op te lossen. Ik ben dan van binnen wel super gespannen natuurlijk, maar je mag dat echt niet laten uiten. Hè. Mm-hmm. Je moet eigenlijk echt een bemiddelaar dan zijn om ja, je kunt niet anders. Je kunt niet anders gewoon. Mm-hmm. Maar op dat moment zijn er wel super gespannen. Ja, natuurlijk wel. Hè. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, je hebt er zo lang aan gewerkt. Je hebt echt maanden en maanden ingestoken. Naar Berlijn gevlogen, gaan vergaderen. Naar Ramstein repetities gaan kijken. Voor elke centimeter te meten en te passen. En met die mannen uit te werken. Gaat dat lukken of niet? Heel dat plan loopt dan vast op één gitaar die zegt... Nein. Ik blijf hier. Ja. Hoe zei dat het is? Maar goed, los van dat klein roadie-probleemke, hoe voelt zo'n... Ik ga zo biedt terug naar onze chronologische lijn, hoe dat gewaarder doet. Hè? Maar hoe voelt zo'n Pink Ramstein-dag dan? Allee, maar een mega complex gegeven. Overal lijnen, over het publiek, naar front of house, gespannen op die lijst, kranen over het publiek. Hoe voelt dat aan? Want als het mes gaat, is dat toch uw verantwoordelijkheid, hè? Dat is natuurlijk zo. Natuurlijk, naar gelang dat dichterbij komt, wordt die ploeg steeds groter. En natuurlijk zijn verantwoordelijkheden dan gedeeld met een hele ploeg mensen natuurlijk, die allemaal dat zo goed mogelijk proberen te doen. En dat is zo belangrijk. Hè. Je moet daar kunnen op rekenen. Alleen ben je niks meer in zo'n organisatie. Je rekent er dan op dat iedereen zo goed mogelijk zijn werk doet, kalm blijft. niet alleen ik moet kalm blijven, maar iedereen dan. Op een bepaald moment, ik weet nog goed dat Pink... Een stuk van een set was een groot videoscherm. 20 meter breed, 8 meter hoog of zo. Dat botste compleet met Ramstein. Dus dat moest nog een stuk gebouwd worden om de wissel te kunnen doen. Dus Ramstein had een heel grote decor. Dus dat moest achteruit rijden. Dus dat videoscherm ging een stuk gebouwd in tak. Ramstein achteruit, dan kon dat een beetje zakken. En dan moesten ze nog tegels bijbouwen om tot een volledige scherm te komen voor Pink. Dus ze moesten tegels bouwen boven het decor van Ramstein.
Dus dat zijn mij sleutels gegooid. De techniek is hier compleet over de rooien ging. Uh-huh. Dus dan moesten die al gaan kalmeren. Maar rustig mensen. Het komt goed. We gaan voorzichtig zijn. Dus dat zijn altijd wel brandjes die je moet blussen. Dus de sfeer was al behoorlijk gespannen overal. Dus zo'n dag. Je hoopt alleen maar op het beste dat het allemaal lukt uiteindelijk. Iedereen zijn werk doet en dat je geen verrassingen hebt. Zoals die gitaar die bijvoorbeeld. Ja. Dat is niet te voorspellen, maar... Maar het is niet dat op dat moment dat u blokkeert of zo. Dat je echt zegt van... Die stress is te zwaar of dat ja, je... Kijk je daarop? Kijk daar zeker niet op. Nee? Nee. Of die een adrenaline rush of zo, I don't know. Nee. Je geniet er eigenlijk niet meer van, hè, omdat je met zoveel details bezig bent. Ja. Tot die laatste kist van het podium is, ben je daar zo mee bezig, dat je geniet daar zeker niet meer van. Hè. Ja. Je bent natuurlijk hyper gespannen. En iedereen die daar met zo'n producties bezig is, op die moment is hyper gespannen natuurlijk. Hè. Van elke partij die daar op podium is, tot het voorprogramma toe, hè, want die krijgen geen plaats. Die komen aan, die zeggen, waar is de vloer? Dat is voor iedereen moeilijk werken natuurlijk. Hè. Je moet al een hele lange dag doorkomen met 8 of 9 bands. En dan nog eens zo'n complexe wissels. Maakt het niet eenvoudig, hè. Maar zo hebben we elk jaar, je hebt het al genoeg gezien, hè, Pieter. Ja. Dat je zegt, ja, ik heb nogthans weer meer podium voorzien, weer meer plaats voorzien, en een underworld, en verdiepingen, en liften, en weet ik veel wat allemaal. En nog, ja, wordt die vloer verzadigd. Dat je voortdurend moet... Organiseren. Daarom zijn er ook meerdere stage managers om dat voor elkaar te krijgen. Je moet elke kist je afvragen, waarom staat hij daar? Waarom kan hij niet ergens anders? En zo verder. En mensen echt een plaats geven van, kijk, dit heb ik voor u gereserveerd. En dat mensen toch hun werk kunnen doen. Hè. Mm-hmm. Iedereen wil linechecken. Ze weten dat niet als je daar nooit geweest bent, maar zo de ruimte... Achter en naast de mainstage op Werchter, dat is waanzin, hè. Dat is crazy. Ja, het is natuurlijk... Hoeveel vierkante meter zou dat niet zijn? De vloer is ongeveer 2000 vierkante meter. Maar natuurlijk, we werken ondertussen met een kelder, zeg maar, hè, en de underworld, die bijna even groot is geworden door de jaren heen. Omdat we zoveel mogelijk wat niet per se... op het podiumvloer moet staan, ergens anders bouwen. Dus dimmer worlds, versterken zelfs en nog wat, is allemaal al jaren onder het podium gegaan. Videoregie, stroomdistributies, en ga ze maar door. Maar ook stockage van lampen bijvoorbeeld, die nodig zijn pas in de wissel, worden onder het podium gestockeerd via een lift of zo, of via een remper. Zodanig dat... dat we die pas bovenal als we ze nodig hebben. Hè? Omdat elke kist die stilstaat eigenlijk één te veel is op dat podium op die moment. Mm-hmm. Zelfs een voorprogramma kan heel complex zijn. Soms krijgen wij een eerste band die met 2 trailers komen. En je moet die mensen gewoon een kans geven hun ding te doen. Soms moeten ze daar wel een goede uitleg voor hebben als je als eerste op een festival met 2 trailers komt, maar het gebeurt wel. Hè? Maar dat vind ik wel persoonlijk fantastisch aan Werchter gewoon, dat Allee, ik weet dat voor het eerste bandje op de mainstage ook al gefaciliteerd wordt. En dat vind ik echt wel fantastisch gewoon. Omdat op veel festivals wordt dat gewoon afgeblokt. Wel ja, voilà, dat is zo unfair, heb ik het altijd gevonden. En Herman heeft daar altijd mij heel goed in gesteund. Dat die voorprogramma's spelen even goed voor 50.000 mensen. En het minste wat je ze moet geven is het respect... voor een show, wat het ook is. En sommigen zijn blij met, hebben zelfs liever dat het podium klein is, omdat ze dat zo gewoon zijn, als jong bandje.
dicht bij elkaar te spelen op 10 vierkante meter. Maar ja, anderen die zijn misschien al groot in het buitenland, krijgen uiteindelijk een spotje op een groot festival. En die proberen natuurlijk zich te laten zien op de beste manier. Grote backdrop bij, weet ik veel wat. Video zelfs, licht, noem maar op. Jawel, maar die insteek getuigt toch vannacht van veel respect voor de muziek en voor de artiest toe. Hè? Ja, ja, dat is echt een rode draad geweest door alles wat dat Herman ooit georganiseerd heeft. Dat hij altijd heel veel respect heeft gehad voor een band, waar ze ook staat, in welke omstandigheden ook. Die zal altijd kiezen voor de beste oplossing, ook al kost dat wat geld. Er is natuurlijk een budget, dat is voor alles. Mm-hmm. Maar daar heeft hij altijd toch wel de kant gekozen van de beste oplossing. Mm-hmm. En dat zie je dan wel. Ja, absoluut. Absoluut. Dat kan eigenlijk niet, voor mij kan dat eigenlijk niet genoeg benadrukt worden. Gewoon omdat, ja, ik ben allemaal al gewerkt op Werther en zo, en of met bands daar geweest. En met Belgische bands daar te zijn, hebben wij toch altijd vrij veel mogelijkheden gekregen. Zonder dat er door... En dat werd ook vanuit Werther, van uw kant of van uw teamkant, echt gestimuleerd van, ja, doe maar. Probeer maar door... En dat was niet zo van, oh, kom, jullie zijn hier de Belgische band. Ja, natuurlijk, ja. Hier krijg je twee pistolets, een cola en gebruikt vier kanalen of zo. Dat is nooit de spirit geweest. Dat vind ik altijd wel super tof. Zeg, als ik even, voordat we chronologisch verder gaan, het zal er nog van komen. Maar iets interessants dat je daar straks zei, waar ik even nog verder wil, iets meer over wil weten. Je zei van, ja, doordat we zoveel problemen hadden, heb ik altijd veel gestudeerd. Is dat voor jou persoonlijk zo? Of was dat je investeerde in je team of die kennis? Of zette hij echt van alle aspecten die op je podium passeren op een Werther echt van op de hoogte? Zette hij vandaag mee in technologie van video, rigging, licht, geluid, rolling risers? Zitten daar? Ik denk dat ik door de jaren heen van alles genoeg ken om het te kunnen inschatten wat de problemen kunnen zijn. Ja, en zie je dat als de basis van uw kennis? Een basis van uw job? Absoluut. Ik ben nog altijd overtuigd dat er dat die know-how nodig is om je job goed te kunnen doen. Ik zie te dikwijls, en dat zie je ook bij toerende bands trouwens, van mensen die op tour zijn met de band en te weinig technische know-how hebben, dingen totaal verkeerd inschatten. Van elektriciteit tot rigging, capaciteit, alles en nog wat. Als je die know-how niet hebt, kun je het niet genoeg inschatten. En worden de dingen totaal verkeerd gebriefd, waardoor je echt moet daartegen ingaan en zeggen, maar sorry, je gevraagd, ik zeg niet maar 3000 ampère. Dan denk ik, wat ga je daarmee doen? Maar toon mij eens details. Hè, en dan kom je erbij uit als ze 110 volt aan het rekenen zijn, bijvoorbeeld. Omdat ze niet goed het verschil beseffen tussen 400 volt en 208 in Amerika. En dat natuurlijk een enorm verschil is in amperage. Dat is bijvoorbeeld zo'n typisch voorbeeld dat je regelmatig hebt. Rigging bijvoorbeeld. Een band die een riggingplan stuurt, Paul McCartney op kop, speelde Werchter met 62 ton in het dak. Was op tour met een rig van 110 ton. met zijn eigen stadionshow dan. Ja. Stageco moest Tom de Haverklap overal gaan helpen. Want soms speelden ze indoor, overdekte stadions in Duitsland en zo verder. Waar Stageco ground supports moest gaan zetten, omdat dat stadion dan niet getrokken kreeg natuurlijk, met rigging. Iemand die zoiets beslist van, ik ga toeren met 62 ton, zonder mijn eigen PA bij te hebben dan, op festival. Ja, oei. Ja.
Maak u zin af, zo iemand die dat beslist. Nee. Ja, dat is geen voeling met de realiteit. Dat is niet slim. En zo'n mensen die hebben nogthans tientallen jaren ervaring, die zeggen mij dan, ja, ik kan niet nee zeggen tegen McCartney als ze zegt dat en dat en dat wil ik. Ja, ja, dan nog is dat niet slim. Op een bepaald moment moet je gewoon dwars gaan liggen en zeggen, sorry mensen, dat gaat niet. Ja, ja, we hebben toen gekend het podium van Werchter. Ja, dus helemaal goed moeten verbouwen om dat zoveel sterker te maken dat dat kon. Samen met alle andere rigging die in het dak ging toen voor andere bands, diezelfde dag en andere dagen, waar je de tijd niet voor krijgt om het nog te bouwen op een ander moment. Ja, hadden we meer dan 100 ton in het dak. Ja, dat is immens. Dat is groot, zo inderdaad. Dat is van de pot gerukt. Dus... Maar ik ben even een beetje sprakeloos van wow, dat is veel. Ja, ja, ja. Dus know-how is belangrijk voor een productiemanager om het volledige plaatje in te schatten. Zodanig dat natuurlijk artistiek wordt er van alles verzonnen. Hoe groter de band, hoe meer artistieke mensen rond die band zitten natuurlijk, van designers allerlei. En... die proberen natuurlijk altijd het beste te doen en een artiest wordt geïnspireerd door vele ins en outs. Maar op een bepaald moment moet je wel iets in elkaar steken dat werkt. Doe je eigen show en je kunt 3 dagen bouwen, geen probleem, doe wat je wil. Maar als je festivals gaat spelen, ja, dan moet je zorgen dat het lukt. En ja, daar worden de kantjes nogal eens van afgelopen. En dat heeft dikwijls nog wel eens te maken met know-how, dat ze niet echt beseffen van wat zijn we eigenlijk aan het doen. Onrealistische dingen, zoals 3 uur soundcheck vragen op een festival bijvoorbeeld. Ja, sorry, maar zo zit een festival niet in elkaar. Ja. Maar gebeurt dat dag van vandaag nog veel? Zelden, maar er zijn er. Ja. Ja, met alle techniek, ik moet u niet uitleggen. Van digitaal audio. Je kunt die band laten spelen zonder dat ze op podium is geweest. Dat kan. Ik zal dat laten zien. Elk kanaal in detail van de avond ervoor en vele shows ervoor. En dan nog eisen dat je band 3 uur op podium staat, is natuurlijk niet realistisch. Dus ja, er zijn veel ins en outs. Aan een productie. En je moet ze allemaal verenigen met elkaar om tot iets te komen dat werkt. Blijfde hij op zo'n moment de baas? Of zijn er momenten geweest dat je denkt van ze zijn het hier gewoon aan het overnemen. Ze zijn mijn festival hier aan het overpakken of zo? Ja, natuurlijk. Dat gebeurt constant zelfs. Hè. Ja? Daar ligt dan even van wakker. Dat is gewoon constant. Dus je moet absoluut grip houden op alles. En je leert dat door de jaren heen. Je moet, ik niet alleen, hè, maar ook de stage managers op alle podia trouwens, moet je dat een beetje kweken. Niet dat ik dat specifiek hun kan leren. Ze moeten dat zelf ook leren aanvoelen en die stap zetten van ik ben stage manager op dit podium, ik ben baas op dit podium. Soms komen ze me wel eens halen van help mij een keer, want die probeert dit of die probeert dat. Wat heb je afgesproken precies of zo? Want dat heeft dan... Meestal gaat dat dan zo, maar... Nee, dat hebben we niet afgesproken. Dan proberen ze dan natuurlijk hun leven altijd zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dat is niet altijd zoals het hoort natuurlijk. Omdat, ja, techniek is op een podium, wie het dan ook zijn. Backliners op kop, meestal... voilà, dat die staan, hè. Groot genoeg. Hè. Dus morgens lijkt dat zo om 8 uur of om 9 uur. 3 uur later, ja, zijn er 5 bands bijgekomen. En
is dat met backliners van zo'n grote bands ook niet zo, omdat die dat zo gewoon zijn, dat die enkele headliner zijn op een festivaltour of zo, natuurlijk, en dat die zoiets hebben van... Natuurlijk, ja, voilà, die kijken alleen maar in een klein wereldje. En die komen hebben... daarmee weg altijd, meestal, ja, waarschijnlijk. Soms begrijp ik ook wel dat je sommige setups ziet van immens complexe rekken vol spullen, dat je denkt, waar dient het toch maar voor? En je moet dat allemaal aan de praat houden en je hebt het allemaal getest morgens en dan denk je, raus. Ja, dat is wel. En die moeten dat dan in 5 minuten tijd terug aan de praat krijgen allemaal. Ik kan wel begrijpen dat die zeggen, ik wil stroom houden, ik kan me niet verplaatsen, ik heb dit en dat. Dat is natuurlijk allemaal... Ik begrijp wel dat er enorm veel complexiteit in zo'n setup zit, waardoor je vanuit gaat van stik de stekker in en het werkt. Ja, dat is lang niet meer zo... Soms staan er waarschijnlijk 200 harde schijven te draaien op een podium. Ja. Ja, het contrast met waar we het in het begin van deze aflevering dan over hadden, kan echt niet groter zijn. Hè, van, Ja, ja, voilà. Dus die complexiteit is sinds de digitale wereld, jaren 90, zeg maar, gegroeid en is echt geëxplodeerd de laatste 10 jaar. Hè. Dat is op elk niveau zo. Van geluid, licht, video, special effects, backline, instrumenten, name it. En het is zoveel techniek bij elkaar dat iedereen, zeker op dat niveau, echt wel specialisten zijn in hun vak. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja, je moet gewoon, als je op zo'n groot podium werkt, ja, dat is super. Iedereen vecht een beetje voor zijn eigen deeltje gewoon. Hè. Hij, moet dat, hij ziet dat groter geheel. Maar ja, ik denk dat we allemaal in situaties al gezeten dat je moet komen. Zo van, ja, ik wil nu opstaan. Nee, nee, maar je kunt de volgende changeover. Maar nee, allee, ja, nee, op een moment kom je wel dicht tegen je deadline. En zeker als je niet 100% zeker zou zijn, of... Hey, hoe later dat gaat, mocht u een mengtafel opstarten, allee, in ons geval dan van audiogasten, dat is wel ook een stresske gewoon. Hè. Ik ben liever een uurtje te vroeg dan een half uurtje voor de show, hè, vooral duidelijkheid. Nee, dat is absoluut. Omdat je weinig foutenmarge voor nog iets... of weinig marge om nog iets opgelost te krijgen. Nee, dat is zo. Toeschema's van bands worden ook hectischer... steeds meer. Hè. Soms zie je een backline podium opkomen en zegt de productiemanager, ja, ik heb die backline 3 maanden niet gezien, die komt uit Japan, die heeft in zeecontainers gezeten. Ik wil dat allemaal zo snel mogelijk testen, want wie weet, ja, voilà. Wat is daarmee gebeurd? Mm-hmm. Soms is dat zoiets, ja, kijk maar, de vloer is niet te vinden. Mm. En jij wilt een oplegger backline al 6 uur te vroeg op podium zetten. Sorry, maar dat zal niet simpel zijn. Dus je moet voor alles probeer je mee te denken wel. Want je weet ook van, het kleinste dingetje is genoeg om een shovel om zeep te helpen. Ja, voilà. Eén instrument dat niet deftig werkt. Ik hou altijd mijn handen... Ik hou altijd mijn hart vast als een band opstelt dat alles van die backline werkt. Sommigen hebben wel wat spijt, maar ook niet van alles. Hoeveel keren dat er iemand al naar mij gekomen en zegt, ik heb een snare nodig, nu, zo'n snare. Ja, we gaan ons best doen. Bespeeld binnen een half uur. Ja, dus een beetje rondkijken, wat heb je in huis van andere bands, van andere, bij andere podia, lokale backline misschien. Maar ja, dat is ook een aspect in ons beroep dat we denk ik ook niet... Allez, je moet daar veel mee bezig zijn, met spares en de mogelijke risico's. Maar op een bepaald moment moet je dat ook gewoon kunnen loslaten, hè. Want als je daar... Allez, je zou er je echt kunt op, niet alles dubbel mee pakken. Ja, en je zou er ook kunnen op blokkeren. Hè, van, stel ervan, nu hè, dat dit gebeurt en die show gaat niet door. Ja, dan... Mm-hmm. Ik heb dat toch op een bepaald moment. Ik kan eigenlijk mijn eigen naam spelen, maar ik moet loslaten. Want ik werd daar wel eens soms een beetje orendol van. Gewoon. Dat kan van alles technisch fout gaan. Ik heb ooit Lou Reed podium zien oplopen en werkt er... hij loopt naar het midden, pakt zijn microfoon vast en krijgt een... knal van een stroomstoot op. Hij had de gitaar vast, pak zijn microfoon. Dat was een hardingsprobleem. Hij had volledig hun eigen stroomverdeling bij, een eigen monitor natuurlijk, volledig van A tot Z, onder die volttransfo.
En daar hadden ze ergens een fout gemaakt. Ja, je kunt daar zelf niks aan doen. Het is allemaal van hun eigen. Het is wat die Amerikanen roepen, van die stroom trekt hier op niks. Het is een probleem met de generators. Ja, je weet op die moment, en dat is ook de know-how belangrijk, dat je sterk in je schoenen staat en zegt, hier is geen probleem. Dat heeft de hele dag perfect gedraaid. Geen enkel probleem. Het probleem zit bij u. Dus ja, er kan enorm veel fout gaan. Stroompannen alleen al, ja, je kunt er een boek van schrijven van de stroompannen die we ooit gehad hebben op festivals, waardoor bands soms zelfs van podium moeten lopen en niet meer kunnen spelen en dat ze het niet vinden. Hoe spijtig dat het ook is. Dus in een wissel kan zoveel misgaan dat je dat niet goed genoeg kunt voorbereiden. Dat is al vaak gebeurd dat een band echt dus moeten stoppen gewoon met een show omdat ze het niet konden oplossen. Ja. Bekendste voorbeeld? Het is moeilijker dan. Ik kan er zo direct geen naam op plakken, maar ik heb er door de jaren heen wel enkele gehad. Ja. Ja, dat is dan ook weer wat je over had. Er kan zoveel mislopen. Een mengtafel crasht of iets daarom. Ja, ik hou mijn hart vast met fibers bijvoorbeeld tegenwoordig. Hè. De laatste 10 jaar geleden zijn we fibers. Wie gaat daar ooit... die technologie is er nu wel en dat lijkt allemaal wel prachtig. In een optical con. Maar wie gaat dat aan de praat kunnen houden op de baan? De laatste 5 jaar is fiber zo de normaalste zaak... als een XLR zelfs, dat vanuit gegaan wordt, ja, dat moet werken, hè. Dat kan niet anders niet meer. Dat gaat meestal goed, ja, meestal. Ja, en het feit dat alles maar meer en complexer wordt, helpt er natuurlijk niet ik aan. Ik verschiet ervan hoe dikwijls dat goed gaat, eigenlijk. Zeg, om een keer terug naar die... Walking, dat ook zeggen. Ja. Dus een band wordt geboekt en dat komt dan bij u productioneel, die en die headliner. Dan zitten we in de winter nog. Ja, absoluut. Die headliners die steken een show in elkaar, najaar, voor de hele grote. Of ze zijn al aan tour in Amerika met die show en verbouwen het een beetje naar iets dat... haalbaar is op een festival. De eerste 3 maanden van het jaar worden meestal zo echt de koeken uitgedeeld qua de line-ups zijn compleet. Dan kun je beginnen dingen echt concreet maken. Plannen over elkaar leggen die heel hard botsen. Mailen met bands van kijk, ik heb dit plan, ik heb dat plan. Is dit een oplossing, is dat een oplossing? En dat duurt dan heel het voorjaar eigenlijk tot in de zomer. Ondertussen werk je natuurlijk aan alles wat daar rond zit, die je jaarlijks opnieuw nodig hebt, de basisdingen. En dan de specifieke dingen natuurlijk, die er dan zijn voor bepaalde bands die een catwalk willen of een of andere gekke... Trekt hij je enkel het podium aan? Of doet hij alles? Hans de site. Is de catering. De implanting van de toiletten. Ja. Van, Wel, ja, het is een hele tijd zo geweest dat ik inderdaad de volledige hap deed. Samen met enkele mensen natuurlijk wel, maar dat ik echt wel alles bleef overzien. Alle bestellingen deed. Alles bleef opvolgen. Als er meer en meer podia kwamen, was dat zeer moeilijk nog te combineren. Op welk moment is het zoveel. Ook al heb je je vaste mensen elk jaar opnieuw terug, dan nog, op welk moment zijn het te veel details om dat nog te kunnen beslissen allemaal. Dus door de jaren heen heb ik bijna de volledige site helemaal gedelegeerd naar andere mensen toe. Ah ja. Ja. Dus ik ben bezig met de volledige productie van alle podia. Van A tot Z. Zowel de binnenkant als de buitenkant in het geval van de tenten. Dus delen decor rond de tenten bijvoorbeeld ook.
wordt uitgewerkt samen met mij. Er is wel een creatief team, zowel Pukkelpop als Werchter, en elk festival heeft dat wel. Maar dan moet je het ook nog praktisch haalbaar maken. Het heeft veel te maken met look and feel, maar met veiligheid heel veel natuurlijk ook. Heel groot stuk van mijn jaar is toch nog altijd het veilig krijgen, ook allemaal. Je spreekt over een grote capaciteiten van tenten. Dat was Werchter Barn, 20.000 capaciteit. Ja, dat is groter dan een sportpaleis. Gigantisch, hè? Ja, dat is een grote tent. Ik ben er al geweest. Sinds de storm op Pukkelpop is dat ook wel allemaal nog een tandje harder. Ja, absoluut. Dat is er nog eens de lat wat hoger gelegd qua veiligheid. Daar komt veel bij kijken. Ik steek daar veel Latijn in. In nooduitgangen en alles veilig krijgen op een of welke manier. Brandveiligheid, en ga zo maar door. Noodverlichting, terreinverlichting zelfs. Er wordt heel veel Latijn ingestoken. Mm-hmm. Het is niet alleen het podium zelf. Hoe dichter we dan naar het festival toekomen, hoe meer dat stage manager zich dan ook gaan mengen in de detailjes. En de laatste jaren laat ik die advance werk, het laatste advance werk dat gebeurt met bands, wordt door de stage manager zelf gedaan. Omdat ze dan echt ook op voorhand die communicatie hebben met productiemanagers en tourmanagers. Waardoor dat de relatie in de dag zelf ook een stuk vlotter gaat. Want ik heb met u gesproken, dus we hebben dat afgesproken, dus we gaan dat zo doen. Weet ook, waar het ook op de, gaat. Sorry Bram. Ook op de mainstage? Ja. Of zeker op de mainstage misschien, I don't know. Nee. Bart Kals doet dat voor de mainstage. Maar zoals Alain van Isaac dat doet voor de Barn bijvoorbeeld. Die gaat dat van A tot Z advancen met alle betrokken partijen. Ah, ja, maar ik dacht dat hij nog misschien een aantal, zo de Rammstein, dat zal ik wel nog even zelf doen of zo. Of de Metallica, dat doe ik wel nog even zelf. Ja, omdat je natuurlijk daar maanden op voorhand intens mee samengewerkt hebt, blijft die communicatie natuurlijk altijd lopen. En ja, bands hebben natuurlijk veel shows, alle dagen zijn ze in een ander land. Dus die hebben een aanspreekpunt en dat gaat altijd naar mij toe. Dat gaat altijd meestal via mij. Sommige dingen bekijk ik diagonaal en stuur ik door naar de juiste mens. Mm-hmm. En die werkt dat af. Dat moet zo gaan, anders is dat onmogelijk. Als je 80 bent van dat kaliber in een weekend, ja, die piek wordt zo groot. Op een moment moet je 400-500 mails op een dag lezen. Iedereen weet dat dat niet kan natuurlijk. Dat er zijn maar 24 uur op een dag. Dus je delegeert veel. Hè. Pukkelpop zijn 200 bands. Dus dat is nog veel, veel uitgebreider qua ploeg om dat te delegeren. Mm-hmm. Het is niet alleen techniek, maar ook ja, hospitality voor bands, transportproblemen, alles en nog wat komt naar u toe hè, als productiemanager van een festival of een show. Is er bij die internationale bands nu zoiets van oh yes, it's Walter Deze, so it's gonna be fine? Ja, wel, zoals ik daarnet al zei, je bouwt een beetje een reputatie op door de jaren heen. Dus ja, natuurlijk, je bouwt ook een relatie op met die mensen. Hè. En door de jaren heen kennen we er natuurlijk wel een paar, zal ik het maar zeggen. Dat zijn er heel veel geworden ondertussen. Hè. Mensen werken met mensen nog altijd, in elke branche is dat zo, op elk niveau, en dat doet enorm veel, hè. Als je dat vertrouwen hebt, als je al zoveel keren samen hebt gewerkt en dat telkens hebt goed laten gaan of toch zo goed mogelijk, dan praat dat veel makkelijker natuurlijk, hè. Ja. En het vertrouwen krijgen is al een heel groot stuk van het resultaat. Ja. Omdat je dan meer en meer je eigen ding kunt doen. Soms moeten we oplossingen verzinnen om die gekke combinaties te maken van headliners bijvoorbeeld, hè, zoals ik daarnet zei.
En dan kom je met dingen aan waar de Amerikaan zegt, wat ga je doen? Dat komt niet goed. En dat je dan zegt, oké, zo en zo en zo hebben we dat gezien. In een wissel, want ja, een wissel is maar zoveel. Ik herinner me goed, enkele jaren geleden hadden we Kings of Leon. Die hadden een volledige set parren bij. Echt zo'n 70s look. Zilver cans. Ja, kan je show zien. Dan denk ik, wat ga je doen? Ja, we hebben, ik weet niet hoeveel, honderden zilver cans bij. Allemaal in grote pots en trussen. Bewegende dingen en alles en nog wat. Dus ik weet niet meer met wie dat ze gecombineerd waren toen een andere headliner was. Maar er was een discussie lang op voorhand van onze changeover moet een uur zijn of dat komt nooit goed. Alles moet reschedulen en praten met andere bands en ja, de bands die ervoor spelen vooruitschuiven en overal 5 minuutjes pikken en echt moeilijk. Uiteindelijk was dat dan toch gelukt. En dan doe je die wissel, Moment Supreme, 30 minuten wisselen. En eigenlijk is alles gelikt en gestrikt, het laatste kabeltje getaped. Iedereen klaar. En dan heb ik tegen de productiemeester gezegd, zullen we naar de catering iets gaan koffie gaan drinken of zo. Ja. Je moet soms mensen uitleggen, met alle ervaring die je hebt, je hebt meer ervaring dan de band zelf op dat gebied. En sinds die wissel kan ik voor die productiemanager niks fout meer doen. We hebben ondertussen in Pukkelpop gehad en nog eens in Werchter gehad. Ja, het is gewoon blindelings. Ja, doe maar, hè, je weet het. Hè, ja. Dus zover moet je geraken. Ja. En soms moet je dat echt forceren. Ja. Ja, dat is... dat creëert soms wat stress. Maar... en zeker hoe Amerikanen denken, dat is nogal in vakjes. Hè. Dat is nogal... Nee, dat hebben we nog nooit gedaan. Dat doen we niet. Te veel risico. Omdat die nu eenmaal zo in elkaar zitten. Double check, triple check. Nee. Ze zitten natuurlijk op een hoog niveau te werken met artiesten die de lat in mens hoog leggen. Niet de makkelijkste klanten. Kan ik me voorstellen. Soms probeer ik me te verplaatsen in een productiemanager op tour met zo'n band. Dat is niet eenvoudig. Hè? Oh wel. Zeg, en daarop aansluitend. Heb je nooit zin gehad de afgelopen jaren om zelf productiemanager van zo'n grote tour te worden? Is niet te combineren. Nee. Het is zo wel enkele keren mijn pad gekruist, maar ik heb dat altijd een beetje afgehouden. Ten eerste, je leven verandert compleet. Moet je dan niet uitleggen, toeren, wat dat is. Je moet een heel andere levensstijl hebben als je gaat toeren. En je kunt niet zomaar even een half jaar toeren en dan een half jaar terug doen alsof dat je nooit getoerd hebt en je terug op de lokale markt storten. Dat werkt zo niet. Je moet je daar diep in graven en je kunt die beide doen. Ja. Dat werkt niet. En je ziet dat ook mensen die toeren heel hun leven en doen ook nooit niks anders. Op dat niveau tenminste. Ja, maar... Denk je dat je een nog betere production manager zou kunnen zijn als je getoerd zou hebben? Het is geen insteekvraag zo van, ik denk van wel of zo, totaal niet. Maar... Nee, ik heb genoeg getoerd vroeger om het leven te kennen. Mm-hmm. Ik ken het reilen en zeilen op een tour. Maar spreek dan als je... Ja, jij doet nu al zoveel jaren Werchter en Pukkelpop en dat is uw wereld. Maar had je dan ook bijvoorbeeld nog een keer gaan kijken naar Rock Am Ring of naar Pinkpop, van hoe gaat dat in zijn werk? Want, ja. Ja, om af te leren. Nee, ik kom wel regelmatig natuurlijk op shows waar ik niet werk. Het zou raar zijn, moest dat niet zo zijn. Maar eerlijk gezegd, ik kan daar niet veel meer bijleren.
Ja. Ten slotte is het altijd hetzelfde opnieuw. Iedere venue heeft zijn problemen, zijn nadelen, zijn voordelen. Dus je leert er eigenlijk niet zoveel van. Ja. Oké. Nee, ik ben eigenlijk nooit, zelfs vroeger niet, mijn Latijn ergens op een ander festival of een ander concert gaan halen. Hè. Maar dat moet ook niet, allee, bedoel. Nee, ja. Nee, dat hoeft ook niet. Nee, absoluut niet. Om dan even over te schakelen naar een ander puntje, want dat is ook wel zo, als je dan shows gelijk Slager en Clouseau-shows van het laatste decennium... Maar heb je dat... Wacht, mag ik nog... Voordat we dat... Ja. Voordat, ik wil zeker dat doorgaan. Mag ik nog één tussenvraagje staan? Dat festival gaat open. He, door in Werchter. Wat doe je dan? Moet hij dan nog praktisch doen? Want vooral ik heb precies de deuren open te doen. Ja, hij doet de deuren open? Ja. En, dus altijd, wat heb je dan nog echt een... ik zie ik u veel al. Allee, ik zeg dat met meest mogelijk respect, maar ja, ik zie ik u daar heel ontspannen meestal lopen. Zonder echt... ja, ik vind dat fantastisch voor dat te zien. Heb je dan echt nog een productionele verantwoordelijkheid? Een verantwoordelijkheid uiteraard, maar ik wil zeggen, zijn er echt nog praktische zaken die je moet zelf doen? Of heb jij overal en ziet hij jezelf als laatste vangnet? Moest er iets misgaan of zo? Of? Ja, je moet echt, zeker de laatste jaren, hè, met festivals zoals ze gegroeid zijn, met vele podia en meerdere dagen, moet je echt doseren. Hè. Je moet echt zorgen... dat je je eigen bijna uitsluit, als je er niet meer zou zijn, dat het nog altijd even vlot bolt. Dus dat betekent dat je alle verantwoordelijkheden bijna moet delegeren. Op alle niveaus. Ja. Dus dat lukt zeker niet altijd. Want er zijn altijd verrassingen natuurlijk die je moet oplossen. Hoe meer tijd je hebt, hoe meer dat je die oplost. Hoe minder tijd je hebt, hoe meer dat je weer gaat delegeren om die op te lossen. Dus op den duur voel je je schuldig dat je niks meer doet. maar dat is eigenlijk het ideale scenario. Ja. De ideale wereld, slaap je uit en kom je tegen dat de deuren open gaan en ga je op tijd slapen, dat je weer fris bent om nog een festivaldag te doen. Dat is eigenlijk de ideale wereld. Iedereen weet dat natuurlijk niet lukt. Je bent... Sorry. Hey. Goh, jongens, alles toch. Omzijf. Je bent zo bezig met al die details dat dat natuurlijk niet gaat. Maar ik heb door de jaren heen wel geleerd een redelijke nachtrust te hebben nog. Ik probeer toch 4-5 uur te slapen. Wat leefbaar is om een week door te komen. En nog een beetje fris te zijn op de laatste festivaldag. Dat put je natuurlijk wel uit. Daar is geen twijfel aan. Maar ja, dat lukt steeds beter. En ja, je leert van elk jaar opnieuw wat te fine-tunen. En ook mensen... beter in een job, de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen om het te delegeren. Ja. Zit jij een goede delegeerder? Geleerd dat. Ja. Ik ben dan niet van nature uit, denk ik, maar geleerd dat, ja. Je moet. Je moet natuurlijk. Ja. Je moet, hè. Dus. Sorry dat ik je onderbroken heb. Ja, ik wilde dat gewoon nog een keer vragen. Ja, moet dat voor u niet zo kwaad kijken. Ja, jawel, hoort even. Nee, ik was aan het nadenken. Nee, misschien een leuk onderwerp om mee af te sluiten. Dat je zei van... Allemaal afsluiten? Ik baseer, ja. Oei. Ik baseer mij niet op andere festivals, want er zijn shows geweest, gelijk Slager en de Clouseau's de laatste decennia, waar dat zeker technisch toch wel altijd vooruitstrevende, vernieuwde shows zijn geweest, waar dat jij toch ook redelijk mee... aan de bron en aan de kar hebt getrokken. Ja, dat is wel zo. En dat is ook omdat uit interesse naar techniek, zo breed als het maar kan, hè, zoals ik zei, om een festival goed te kunnen produceren, moet je heel breed kunnen denken met alle technieken die er bestaan. Dat heeft heel goed geholpen bij het uitwerken van shows zoals bijvoorbeeld begin jaren 2000. Clouseau, Sportpaleis, heeft overgenomen, zeg maar, op een bepaald moment bijna.
Hey, op een moment speelden we 17 uitverkochte shows in één seizoen. Verkochten we meer shows na de eerste show dan dat er ervoor al tickets verkocht waren. Zeg, klopt dat? Klopt dat Clouseau 118 keer al in het Sportpaleis heeft gespeeld? Ja, ik heb er 111 gedaan, denk ik. Ja. Waarom maar 111? Zijn ze die 811 keer buiten gesmeten of zo? Nee, omdat er een aantal jaren zijn geweest dat ze absoluut op hun knieën beloofden dat ze zouden stoppen met Kerstmis. En ik heb een traditie, omdat het de meest kalme periode is van het jaar voor shows, dat ik op vakantie ga. En dat mijn vakantie geboekt wordt en dat ik zei, als je nog wil spelen na het nieuwjaar, dan moet je dat zonder mij doen, want ik ben weg en ik kan zeker niet mijn vakantie annuleren. Dus zo zijn er een aantal shows geweest. Trieste motivatie toch? Dat kan niet bij. Nee, maar als je tegen alles ja zegt, dan is het jaar voorbij en heb je geen leven gehad. Dus, Tuurlijk, maar om dan even daarop verder te gaan, dan waren technisch vooruitstrevende shows. Ik herinner me bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, heel het wireless gedoe met Clouseau, met verschillende vliegende podia. Is dat dan iemand die met een idee afkomt, dat jij dan verplicht bent om daar technische oplossingen voor te vinden? Of is dat een samenloop van omstandigheden? Ja, inderdaad, of er gaat een lange voorbereiding aan vooraf natuurlijk. Wat is goed en wat is haalbaar en betaalbaar? Wat bij zo'n shows natuurlijk is budget super belangrijk, want ja, sky is the limit. Zeker als Clouseau zoveel shows ging spelen, dan is het dak moet eraf bijna. Hè. Het kan niet gek genoeg. Je kunt dingen bouwen die je anders onmogelijk zou kunnen bouwen voor een one-off. Dus ja, dan wordt het een beetje gek. Ik op een bepaald moment achter het Sportpaleis onder het viaduct misschien wel 1000 vierkante meter tent laten bouwen om te kunnen de show preppen. Terwijl dat er andere shows nog doorgingen. Hè. De Proms was er nog in en noem maar op. Als ik het puzzelstukje bij elkaar had, zei van kijk, je moet me ergens een plaats geven om dat te voor te bereiden. Dat gaat niet door, die eerste show. Dat gaat niet lukken in tijd. Ook al zijn er 24 uur in een dag. Dus ja, soms hebben we echt wel gekke toeren moeten uithalen om dat voor elkaar te krijgen. Oké, met zoveel shows is er ook natuurlijk wat meer speelruimte om dat budgetair haalbaar te krijgen. En dan op een moment vraag je af, wat zijn we nog mee bezig? wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Je bent bijna een Coldplay wereldtour aan het voorbereiden en je doet maar één zaal. Meestal had dat te maken met het feit dat ze zo populair waren en zo laat nog altijd maar tickets bij verkochten, dat er ondertussen andere shows gepland waren natuurlijk, die ook moesten doorgaan en we echt het gevoel hadden dat we op tour waren in het Sportpaleis. En buiten gaat ze dan een andere show ertussen? We hebben nooit geweest dat we in een week tijd drie load-ins en drie load-outs deden in één week. Voor dezelfde show? Voor dezelfde show. Ja, ja. Dus één show doen, eruit. Volgende dag een andere show. S'nachts er terug in. En de camions die bleven gewoon op de parking staan. En ja, je gebruikte dan elke hoek van het Sportpaleis natuurlijk om dingen te verstoppen. zoveel mogelijk in dak houden wat mogelijk was. En zo verder. Op een moment hadden we drie lagen licht hangen in het Sportpaleis om het gedaan te krijgen overnight. Ja, daar is heel wat zweet gelaten voor zoiets haalbaar te maken. En daar leer je ook weer veel van. Hè. Jaar na jaar ging dat steeds beter. En hoe beter dat gaat, hoe verder dat je dan weer gaat om het om de next level te doen. Hè. Zoals 2005 bijvoorbeeld. Clouseau in het lang met die catwalk, met de rijdende karretjes, draadloos, hele band draadloos. Was geen eenvoudige setup, om het zacht uit te drukken. Je loopt ook tegen de limieten van technologie aan. Hè. Een Zweedse bedrijf die afstandsbediende karretjes levert, die heel veel problemen hadden om dat goed te laten gaan. Ik herinner me levendig
dat Chris Wouters met zijn Rolling Rider, met zijn vleugelpiano op, van het podium reed. en gelukkig nog tussen hemel en aarde bleef zweven. Chris was al lang niet meer te zien, maar die was er afgesprongen. De piano lag bijna in de frontstage. Maar hoe gaat dat dan bijvoorbeeld in het aspect van, of bij Clouseau? Wie waren dan die drijvende krachten? Dus had een management. Sam, Luc Puymans was daar ook, of nog altijd de designer van. Designer, ja. En zijn dat dan die eerste gesprekken van, we zouden moeten, ik zeg nu maar iets, we zouden het volledig draadloos bellen. Is dat dan zo van, kom, hey Walter, hij regelt dat? En, Wel, dat draadloos, dat komt pas later natuurlijk. Het idee kwam er om... Koen wou ook altijd dichter naar het publiek toe. Hij speelt enorm met zijn publiek. Dat is een groot stuk van zijn populariteit. Dat hij dicht bij zijn mensen komt. En dan begin je echt zo te denken. Is dat dan al in de round gespeeld met een ronddraaiend podium? Mm-hmm. Dat was al eens gedaan. Dus hoe meer je speelt, jaar na jaar, en dat blijft verkopen, hoe meer je gaat zoeken naar originele dingen. Dus ik kwam eens op het idee van die setup te doen. Podium van 50 meter lang, 60 meter lang, 5 meter breed en karretjes laten rijden daarop, zodat ze elke nummer een andere setup konden doen. En dan, als dat haalbaar was, met die Zweedse firma gepraat, of dat betaalbaar en haalbaar was, ja, allemaal goed. Dan is het, en nu? Hoe gaan we dat allemaal draadloos maken? En dan begin je te zoeken naar oplossingen. Met zijn huid praten, met Sjoerd praten, die lacht in zijn hart. met BPT praten, ja, die lacht in ook eens hard. Dat lukt allemaal niet. Dus dan hebben we een van de eerste systemen die er toen waren... van digitale meerkanaals protocol hebben we dan Rocknet of zo noemde dat, hè? Ja, Amerikaans hebben we dan gebruikt en dat in plaats van met netwerkkabels met elkaar te verbinden met draadloze wifi. Eigenlijk een soort wifi, ja. Het was al een beetje de gevorderde wifi. Ik heb daar een heel goede samenwerking gehad met die importeur. Die daar echt wel veel Latijn hebben ingestoken. En het was nog aardig voor stress tot aan de soundcheck zelfs. De dag voor de show. Klokproblemen, hè, zoals het altijd is. Klok. Met digitale audio, ja. Klokken. Ja, nu is dat allemaal vrij goed ingeburgerd ondertussen. Maar 15 jaar geleden was Ja, dat stond allemaal in zijn kinderschoenen, die technologie. Absoluut, dat was, digitaal audio was echt in zijn kinderschoenen. Laat staan draadloos. Dus... ja, uiteindelijk heeft het gewerkt. het is maar één keer fout gegaan op de 9e show. Ik had het nooit vergeten. De show dat ze dvd-opname deden natuurlijk. Uiteraard. Is het midden in de show plots een fenomeen, niet te verklaren, was het systeem zoals digitaal kan zijn. Als het fout gaat, gaat het grondig fout. Hè. De vreemdste fenomenen. Als ze het nummer moeten stoppen, alles herstart. En dan het nummer opnieuw gedaan. En was dat die show waarin dat Chris Wouters het publiek gereden is met zijn karke, of niet? Nee, gelukkig niet. Nee. Maar... Het was al erg genoeg zo. Nu, ze zijn er altijd heel sportief mee omgegaan, met alles wat ooit fout gegaan is in die circus toeren. Is altijd goed gegaan. Hey, want ja, ze hebben geen enkele show gedaan zonder ergens op het dak te komen of, of de gekste stunten te doen met allerlei vliegacts. In alle vormen. Is altijd super goede samenwerking geweest.
Maar op dat moment zei hij dan, want dan doe je dat als production manager voor PRG, of zei hij dan, want ja, ga je toch vrij vaar doorheen en meedenken in die productie en zo, zei hij dan eigenlijk de production manager van die een band? Ja, ja, ja. Ja, ja, dan moet je echt all the way gaan. Dat is ook zo voor de festivals trouwens, hè. Ik doe dat altijd rechtstreeks naar voor de organisatie. Dus ook voor die concerten in het Sportpaleis, de Slagers, noem maar op. Altijd rechtstreeks voor de promotor. Hè. Ja. Of voor de band. Ja, ah, ja, oké, zo. Ja. Zeg, is dat raar als production manager en die rol voor zo die twee werelden, omdat je daar straks sprak over veiligheid, hè? Voor zo die kant hebben van veiligheid en voorzichtig zijn en op tijd en al, dus die ja, terughoudende kant, laat het mij zo zeggen, en dan langs de andere kant super creatief willen zijn en ideeën en craziness en dus en risico's nemen. Hoe koppelt het die twee dingen samen? Ja, je leert daarmee omgaan. Hè. Je hebt natuurlijk altijd een LD en een designer die naast u staat en zegt, ja, ik heb mijn idee nog een beetje aangepast, zouden we dan niet kunnen dit of zo, niet dat. En je leert daarmee omgaan. Je moet een beetje slimmer zijn dan al je medewerkers, zeg maar, soms. Want die denken inderdaad soms niet aan veiligheid. Die denken alleen maar, oh, het zou leuk zijn als we dat of als we dat... Ja, dus dan moet je alle aspecten bekijken. En hoe meer dat je dat onder de knie hebt, al die aspecten, hoe meer dat ook op je tong ligt. Om te, al in een vergadering te kunnen zeggen, ja, ja, oké, maar als je, dat is misschien wel inderdaad een prachtig effect zijn, maar dan gaan mensen onderstaan, dat gaan we niet doen. Ja, oké, maar je wilt ook niet die saaie gasten die altijd zeggen, nee, maar we kunnen het niet doen. Dat is zo. Ja, nee, maar ja, soms, veel mensen doen dat als... soms is het ook omgekeerd. Hè. Soms zijn mensen op zoek naar ideeën en stel je soms iets voor omdat je het al eens gedaan hebt of omdat je het gezien hebt ergens anders of wat dan ook. En dat je die technologie een beetje kent, dat je zelf met dingen komt aanzetten waar mensen van zeggen van, hoe is dat wel veilig? soms vragen ze mij ook daarvoor, omdat ze weten dat ik die ervaring heb. Ik heb gelukkig die kans gekregen die ervaring op te bouwen, hè, zoals de Clouseau Shows. Ja, alles wat we daar toen aan Circus Touren hebben gebouwd, dat is onschatbare waarde. Dat kun je nooit niet waarmaken. Ja. Ja, klopt. Het is ook door die ervaring op te bouwen dat je de volgende show weer dat stapje verder kunt gaan natuurlijk. Ja, absoluut. Hè. Ik zeg het, ik ben Superman niet. ik heb het ook alleen maar wel al doende geleerd. Mm-hmm. Misschien laatste vraag om af te sluiten. Kom maar stop. Ik heb hoesting voor nog een uur te babbelen. Ja, ik ook. Maar een podcast van 3-4 uur maken, dat is geen... Nee, dat mag niet, hè. Dat mag niet, hè. Volgens de podcastregels is het 90 minuten. Hoeveel zetten we al? Al meer. Goh. Nee, een korte vraag om af te sluiten. Hoe ziet de toekomst in? Binnen 5 jaar of zo? We zien wel. Veel mensen vragen mij dat. Hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat ze zeggen. Hoe lang ga je dat nog doen? Ik weet het niet. zolang dat je de goesting ervoor hebt. Zolang ik het graag doe en de uitdagingen komen, is dat zeker een fijne job. Dikwijls ben ik vereerd als ze mij dat vragen. Nog altijd. En zolang dat je die klik hebt, wil het zeggen dat je het graag doet en dat je ervoor gaat, telkens opnieuw. Hè. Dus ja, ik weet het niet. Ja, Als ik gezond blijf, dat is niet te voorspellen. Dat is alleen ding. En dat je het ook nog graag doet, natuurlijk. Doe je het nog even graag of vroeger? Liever? I don't know. Ja, ik weet niet. Misschien niet liever, maar nee. Ja, dat boeit mij nog altijd, absoluut. De passie is er nog altijd. Je moet dat met een passie doen, denk ik. Die toewijding. Het is ook zo verschillend... dat er absoluut geen sleur in komt. Hè. Dat is, een festival van dat niveau heeft geen sleur. Hè. Dat is elke keer een totaal ander kluwen van uitdagingen. Dat, van bovenuit lijkt het altijd wel een festival en bandjes die komen liedjes zingen, maar als je het wat van dichterbij bekijkt, is het altijd van mijn kant altijd een volledig nieuwe uitdaging. Ja.
Leuk. Dat is een goede noot om mee af te sluiten, denk ik. Absoluut. Zeker. Goed, Walter, dikke merci om langs te komen en om onze gast hier te zijn. Enorm bedankt. Bram, Frank, alweer bedankt. Dat we vereerd worden dat hij hier wou zijn. Absoluut, fantastische verhalen. Absoluut, dus dikke merci en tot op Werchter, zou ik zeggen. Met plezier.